Edwin Groenholtz, wat hebben jij, je staf en je spelers de afgelopen week teweeg gebracht? Ja, we proberen de boel toch een beetje om te turnen naar een C-partij verleden week en tegen Urk. Neem niet weg dat ik vind dat de voorbereiding goed is geweest buiten Urk. We hebben hard gewerkt, we hebben ons goed versterkt, heb je vandaag gezien. En in verleden week was een domper, omdat we gewoon dat niet verwachten. En hadden we ons ook goed voorbereid. En vandaag was het teamspeler, dat heb je kunnen zien. Ja, was vele malen groter. En we hebben verdiend gewonnen, vind ik. Je was een week geleden echt boos. Dat is ook te zien aan je opstelling vandaag. Je hebt vooral achterin hard ingegrepen. Achterin. We hebben de speelwijze ook iets veranderd. Maar ik vond wel dat er wat moest gebeuren. Ik kan dit niet over mijn kant laten gaan. Ik had al een paar keer gewaarschuwd. Maar nogmaals, positief. De jongens hebben het goed opgepakt. Want als trainer kan je dingen bedenken, kan je dingen willen. Maar moet je wel, ben je altijd afhankelijk van spelers hoe ze het invullen. En dan kan je misschien naar twee helften kijken vandaag. Hoe tevreden ben je over de eerste? Ik denk dat als ik kijk naar mijn verblijf bij Quick Boys, denk ik dat dit wel veruit de beste wedstrijd aan de bal was. Eerste helft was fantastisch voetbal. Met heel veel durf. We moeten eigenlijk voor rust met meerdere voorsprong staan. Eigenlijk meer de doelpunt te maken. En na rust was het snel met die rode kaart en een ander verhaal. Maar hebben we ook als team echt fantastische dingen gedaan. Ja, want wat bracht dat teweeg? Dat wij in ieder geval heel hard moesten werken. En de trainer had ik begrepen dat... daar had ik wel van begrepen dat hij ons niet helemaal fit vond en dat we niet konden voetballen. Nou, dat hebben we wel een beetje kunnen rechtzetten. Dus je trekt even een lang neusje? Eén keer wel. Die rode kaart, ik zag daar niet echt heel erg woede bij jullie over. Dan heb ik maar goed ingehouden. Dat was natuurlijk een belachelijke rode kaart. Hij heeft sowieso een hele slechte wedstrijd gefloten. Maar goed, over scheidsrechter mag je nooit wat vinden. Maar ik vond dat hij wel zijn stempel op dit verhaal heeft gedrukt. Want ik denk dat wij uiteindelijk veel makkelijker hadden kunnen winnen. Uiteindelijk trek je hem over de streep. De afgelopen weken ging het vaak over jouw wissels. De eerste wedstrijd had je een gouden hand van wisselen. Vorige week zat het een beetje tegen met de drie wissels in de rust die je uiteindelijk misschien niet hebben geholpen. Nu moest je noodgedwongen wisselen. Aan het eind haal je ook nog je enige spits eraf. Toen dacht ik, ga je het nou het onheil willen over jezelf afroepen? Maar dat durfde je dan blijkbaar aan? Ja, maar jij bent journalist, je bent geen voetbaltrainer. Nee, dus zeker. Ik heb er verstand van. Want ik heb er 30 jaar gevoetbald, ik ben nu 20 jaar trainer, dus ik zal echt wel goede dingen doen. En helaas heb je wel te maken wel eens als trainer dat je ook wel eens een keer een fout maakt. Stom. Maar nu heb je je gelijk gehaald. Nee, het gaat niet om mij. Het gaat om die jongens. En om die club. 6 uit 2, hoe tevreden ben je daarmee? 6 uit 2, ja. Als je kijkt naar de start verleden jaar. Kijk, toen ik kwam bij Quick Boys gingen met heel veel jongens die strijd aan. Heel veel spelers lagen al vast. Ik heb toen één speler gehad, Tom Bekooi. Er waren al heel veel spelers gecontracteerd door de club voor mijn tijd. 2 jaar, 3 jaar contracten. Als je nu kijkt, zit daar verandering en verbetering. Dus als je kijkt naar de ontwikkeling die we als team maken naar verleden jaar en nu. Ja, dat zie je ook aan de punten die we nu al hebben. Kan je alleen maar zeggen dat het beter is geworden. We zijn fitter geworden. Er is discipline. Als je kijkt naar de wissels, hoe die ermee om zijn gegaan vandaag. Dan was het team uiteindelijk dat gevierd. Dat zijn allemaal dingen die ik wel intern heb veranderd. Alleen is het altijd moeilijk voor de buitenwacht om te zien. Maar als je er verstand van hebt, zie je het. Oké, ik luister aandachtig. Nog één vraagje. Kijk alsjeblieft even omhoog. De zon schijnt weer opnieuw uit. Mooi is dat, hè? Ja, het is sowieso een hele mooie club. Dus wat dat betreft schijnt hier altijd de zon.